Kijk, ik heb hier de eucalyptus neergezet. Daar zie je dat. Dat wordt natuurlijk een bos. Heb ik aan de onderkant heb ik de vaccinum neergezet, de Red Candy. Die houdt een beetje van onder bomen staan, een beetje schaduw. Dus is dat hier ideaal. Ze zitten vol met vruchten. En waar ik vorig jaar achtergekomen ben, vogels zijn er toch niet zo gek op. Die vinden hem denk ik een beetje te zuur. Terwijl ik hem zo lekker vind, want hij is heel goed eetbaar. Maar als de vogels ze niet opeten, dan kleuren ze van het voorjaar nog.